Dit is Radio GRK. Goedenavond, Robijn Verkuijsen hier. Het is onze gewoonte geworden om regelmatig een sporter uit te nodigen. Ofwel een promotie van het betrokken sport te doen, of ook een persoon zelf een beetje toe te lichten. We hebben vandaag dan ook Manuela Sokol uitgenodigd. Een Genkse, actief in marathon en op de Olympische Spelen geweest. Dus ik denk een terechte uitnodiging voor Manuela. Zo, Manuela, wie is eigenlijk Manuela, om te beginnen? Manuela is 28 jaar en is op 16-jarige leeftijd te goed begonnen met het lopen. En ik ben niet meer gestopt en nu doe ik het marathon lopen. Nu, ja, dat is een beetje wel mijn leven. Want het functie van het werken is ook het lopen. En dan mijn vriend loopt ook. Dus eigenlijk alles draait wel een beetje rond het lopen. Ja, dat is prachtig. Hoe is het eigenlijk begonnen, het lopen? Hoe ben je gekomen om aan atletiek te beginnen eigenlijk? Sowieso. Vroeger, mijn mama, mijn tante, mijn mama, die deden atletiek. En dan als klein kindje, dan zie je dat wel. Ik heb dat geprobeerd als kindje, maar dat is nooit echt aangeslaan. En dan, rond 16-jarige leeftijd op school, Coopertest. En iedereen haatte dat, behalve ik. En ik liep de jongens voorbij. En mijn leerkracht zei van Manuela, je moet er iets mee gaan doen. En ik ben dan gaan informeren bij een atletiekclub, dus hier AC Genk. En ik ben dan bij een goede trainer terechtgekomen en sindsdien was dat eigenlijk aangeslaan. Oh, dat is prachtig. En de jongens kunnen u niet volgen. Behalve je vriend dan, die kan u wel volgen. Ja, mijn vriend, maar die heb ik pas later. Ah, zo, ja. Zeg, je bent ook actief in het veld lopen. Is dat eigenlijk ter voorbereiding van iets op opvulling van bepaalde periodes? Of is dat om een keer te proeven wat iets anders is in de atletiek? Ja, sowieso een lange afstandslopen. Dus doe je normaal in de zomer het pistewerk. En als, voor mij was het van 800 meter tot de 10 kilometer. En dan in de winter doe je veldlopen om dan je winter te overbruggen. Maar dan ook weer wat kracht bij te halen. Ze zeggen ook vaak, je kunt geen goede zomer lopen zonder een goede winter. Dus het hangt wel een beetje samen. Nu, op dit moment doe ik iets minder in het crossen. Maar meer op het straten lopen in de winterseizoen. Dat dan mij beter ligt. Nu ook de afstanden zijn wel wat langer. En in functie van de marathon lopen is dat ook weer interessanter naar die trainingen en zo toe. Oké, 2010. 2010 was je onder andere Belgisch kampioen op de 10 kilometer. Vertel ons daar eens iets over. Wat een ervaring dat was, want dat was uw eerste kampioenschap, denk ik. Dat was een van mijn eerste kampioenschappen. Ja. Nu, daar juist voor was ik dan ook beloftekampioen in België geworden op de 5000 meter. En dat was mijn eerste keer, een van mijn eerste keren dat ik de 10 kilometer op de piste ging doen. Er was ook nog een Engelse dame mee aan het lopen. Eigenlijk vrij grappig verhaal. En altijd de laatste ronde gaat de bel. En ik ging de streep over en de bel ging. Nu, ik dacht dat de bel voor mij ging, maar blijkbaar zat die Engelse dame vlak achter mij. Dus die ging haar laatste ronde lopen. Dus ik versnelde mijn zogezegde laatste ronde. Ik kwam aan en iedereen riep, ja, ik moet doorlopen. En toen kwam die Engels aan, dus heb ik dan nog een ronde moeten lopen. Ik was toen wel Belgisch kampioen geworden. Ik had het toen zelf niet verwacht. En dat is heel plezant, dat is mooi meegenomen. En dan kreeg ik ook wel wat meer appreciatie van mensen. Van, hey, proficiat, chic gedaan. Ja, echt ferm uw tijd en dit dat. En ja, ze zien dat ik ook de smaak te pakken. En is ook alles vrij vlot verbeterd ook allemaal. Dus. Oh, dat is prachtig. Ja. Prachtig. Dan in 2012 kreeg je ergens in 2012 een vervelende blessure. Zodanig dat je een heel aantal maanden buiten strijd gelegen hebt, bij wijze van spreken. Hoe ben je met die periode omgegaan? Ja, die periode heeft in totaal toch in 2 jaar geduurd met het sukkelen en het opereren en andere oplossingen nog voorafgaande en dan terug revalideren. En dat is een zeer moeilijke periode voor mij geweest. Er is wel eens ook een punt geweest dat ik dacht van oké, nu is het echt gedaan. Ik stop er gewoon mee. En uiteindelijk heb ik doorgebeten en kijk waar ik nu sta. En dat is ook hetgene dat mij toen ook zo wel wat sterk heeft gehouden. Is mijn vriend die wat zelf ook liep. En die zei, ja, maar dat komt allemaal wel terug. En je moet daar zeker niet op vastpinnen dat het nu niet goed gaat. Maar dat het wel gewoon terug gaan werken naar het dan goed gaan. Ja, ik doe nu de Olympische Spelen. Dus ik ben heel blij dat ik toen heb doorgebeten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dus kwestie eigenlijk is dat van val te houden. Uiteindelijk moet je lichaam recupereren. Je moet herstellen.
moet alles terug opbouwen. Dat is op zijn eigen eigenlijk wel een proces wat ietsjes lang duurt natuurlijk ook. Ja, dat klopt. Ja, je lichaam zegt ook op een moment gewoon, hou, dit is te veel. En ja, dan komen de klachtjes en de kwetsures. Sowieso, sporten is gezond, maar we balanceren ook op een grens van wat is nog goed voor ons en wat kan ons lichaam aan. Ik heb hem toen opgezocht en jammer genoeg even uitgelegen. Ja, 2015 was het jaar dat je overgeschakeld bent naar de marathon. Of misschien was het eigenlijk ergens in 2014 of zoiets. Dat je overgeschakeld bent naar de marathon. En ik denk de eerste was in Berlijn of zoiets, die je gelopen hebt. Hoe was die ervaring van eigenlijk in het marathon gebeuren terecht te komen? Want het was eigenlijk direct aansluitend op je recuperatie van je blessuren eigenlijk. Ja. Sowieso heb ik altijd geweten van, oké, ik denk wel dat ik een type marathonloper ben. En we hadden dan een gedachte van, oké, we hebben die kwetsuren voorbij. We gaan eerst zorgen dat we terug richting die 10 kilometer goed zitten. En dan misschien in 2016 ons eerste marathon lopen. Maar dan kwam de mededeling dat de Belgische, dus de BOC, het Belgische Olympisch Comité, zei van ja, oké, we gaan de internationale limieten hanteren. Ja, die stonden wat soepeler dan de Belgische limieten. En dat was een kans van oké, misschien kan ik naar de Olympische Spelen gaan. Dus we hebben eigenlijk iets vroeger begonnen met een voorbereiding. En dan 2015 de eerste marathon. Dus begin 2015, eind 2014 is de eerste stap gezet van oké, langere werk. En we merkten al dadelijk zo langere duurlopen. We deden dat progressief en dat ging ook heel gemakkelijk. Dus hoe langer we liepen, had ik altijd meer het beter gevoel. En de mannen soms, wat met me meeliepen, hadden het soms al wat moeilijker. Maar dat bouwden we zo goed op en dat ging eigenlijk vrij vlot. Ja, dan die eerste marathon. Sowieso is dat een heel spannend moment. Want ja, je weet nooit hoe dat je lichaam reageert. De man met de hamer, ja, iedereen kan hem tegenkomen. Kom ik hem zelf ook tegen? Ja, dat was een hele goede vraag. En toen na halverwege hadden we zoiets van, oké, dit gaat nog altijd goed. Maar het is pas vanaf 30 kilometer dat ze zeggen dat de marathon begint. En dan voelde ik eigenlijk nog heel goed. En hebben het tempo niet opgedreven omdat we het veilig wouden doen. En we wisten van oké, als we misschien dan toch dat stapje te ver gaan, ga ik mijn klop wel krijgen. En ik heb die perfect kunnen uitlopen. Prachtig. Ja. Maar marathon vraagt een bepaalde specifieke training. Dat is eigenlijk ook je eigen een beetje onder controle houden, dat je niet te hevig in het begin bent eigenlijk ook waarschijnlijk, niet? Ja, dat klopt. Nu, ik heb de luxe van twee persoonlijke hazen gehad te hebben bij al de marathons, behalve Rio dan, dat ik tot nu toe gedaan heb. En hun doel is eigenlijk van het juiste tempo te lopen, wat dat we willen voor ogen hebben voor het eindresultaat, maar ook voor mij in te tomen. Als je mij laat doen, ja, dan kan het even goed zijn dat ik mijn eerste kilometers met de kop mee zit, bij wijze van spreken. Ja, dat is niet de bedoeling, want dan ga ik mijn marathon niet uitlopen. Dus ik zit dan achterin, ik zit heel safe. Ik moet gewoon lopen, volgen. En ik heb dan in het begin dan ook nog vrij gemakkelijk gevoel. De twee vingers in de neus gevoel. Maar dat is ook omwille van dat die afstand langer is. En dan vanaf halverwege, 30 kilometer, dan begint je toch wel te merken, oké, die vermoeidheid die begint stel ik eens aan. Het is goed dat ik het rustig heb gedaan, dus we kunnen verder. En ja, dat is inschatten, hè. Niet iedereen kan dat zo goed inschatten, want daarom zijn er soms ook personen, ja, die krijgen die man met de hamer. En dat is gewoon omdat ze vaak in het begin te snel zijn gegaan. Ik geef altijd de tip van, ja, doe het in het begin rustig aan. Als je forceert in het begin, dan wordt het altijd moeilijk. Kan ik me voorstellen, ja. Maar nu een ander aspect, fulltime job, trainen, wedstrijden lopen, dat moet ook niet simpel zijn. Eigenlijk is uw dagtaak eigenlijk een dubbele dagtaak, als ik het zo mag noemen. Zo kun je het wel een beetje bekijken, ja. Ik ga sowieso 's morgens vroeg voor het werk vaak lopen, na het werk. Nu 's morgens vroeg, ik zit sowieso al met mijn whereabouts, dus van 6 tot 7 moet ik thuis zijn. En dan zodra 7 uur gepasseerd is, ben ik op de baan. En dan douchen, eten, naar het werk vertrekken. Dan eigenlijk, ja, ik zit in de verkoop, dus de hele dag werken. We hebben soms heel drukke dagen, dus dat slaat ook op de spieren. Dan kom ik thuis en dan ga ik vaak nog een keer lopen. Denk nu deze winterperiode, fijn in het donker. Ja, je kunt daar niet overal naartoe gaan. Dus, dan is een beetje huishouden runnen, slapen en dan is de volgende dag alweer. Dus. Inderdaad. Ja.
Dat is moeilijk, hè? We hadden voordat het gesprek met u over voetbal, die hebben dan eigenlijk in wezen een luxe leventje, hè? Een beetje wel, ja. Maar ja, ik ben het ook wel zo gewoon. Dus ik, zoals ik zei, ja, ik heb me nooit de cadeautjes gegeven, dus ik heb het altijd allemaal gedaan. En dan word je het ook gewoon. Nu, als je mij bijvoorbeeld een jaar of zo zegt van oké, je mocht lekker een topsporter, denk dat mijn prestaties ook wel vooruit gaan. Maar ik ga ook veel te veel energie krijgen. Die ga ik ook een beetje kwijt moeten geraken. Dus ik vind het wel nog oké dat ik wat ga werken en daar mijn ding nog ook kan doen. Dus. Oh, dat is prima. Ja. April 2016. Was dan, dit was toch wel de kers op de taart, denk ik. Want dat was uw entry voor naar Rio te gaan. Ja, nu sowieso binnen België is het nog even spannend geweest. Want we, de drie snelste dames die wat de kwalificatietijd hebben gehaald, die mogen er dus eigenlijk dan naar de Olympische Spelen toe gaan. En er waren nog, buiten de drie wat al geselecteerd waren, nog twee dames wat zeker geprobeerd hebben. Ja, dat was even zo kat-en-muisspel bij wijze van spreken. Ja, dat is bang afwachten dan ook, hè. Nu, uiteindelijk, wanneer de kwalificatieperiode stopte, was ik de tweede dame. Dus dat was super plezant. En dan is, ja, oké, ik mag naar de Olympische Spelen en ik moet er gaan voor beginnen te voorbereiden. Ik moet alles in orde brengen en dan krijg je mailtjes. Ja, je moet kleren komen passen, je moet dit gaan doen en zo. Dat is ja, nog een beetje drukker, maar dat was heel plezant. Ik vond het echt fijn om te ervaren. Ja, dat kan ik me voorstellen wel, ja. Dat kan ik, daarvoor doe ik de kerst op de taart eigenlijk. Ja. Maar had je een bepaalde specifieke voorbereiding die je gedaan hebt om naar Rio te gaan? Wij gaan sowieso geregeld één keer per jaar, twee keer per jaar afhankelijk van een maand op trainingsstage in Kenia. Dus dat is op hoogtestage, 2300 meter hoogte. Dus daar heb je wat eilere lucht, dus je bloedstoevoer, de zuurstoftoevoer, die gaat wat veranderen in het voordeel van langafstandslopen. Nu, dat had ik voor Hamburg gedaan. En dan, ja, ik zit sowieso met verlof. Ik kan geen 20 weken pakken, jammer genoeg. Dus dan moesten we ook wel wat kijken. En dan hebben we voor Rio gekozen voor een hoogtetent te nemen. Dus ik heb een maand in een hoogtetent thuis gezeten. 10 uur per dag proberen daarin te slapen ook nog. Dus dat kwam er ook nog bij. Nu, dat is ook een periode geweest dat de huishoudelijke taken even zijn aan de kant geschoven. En dat mijn vrienden wat meer... ja. En dan, ja, qua warmte, het was sowieso hier zomer. We hebben ook een paar goede warme dagen gehad. Like Genk loopt, was het ook heel warm. En dan heb ik gekozen voor de 5 en de 10 kilometer te doen, omwille van functie trainen richting Rio. Dat ik daar ook weer die warmte wat gewoon werd. En ja, dan is het heel snel 15 augustus, 14 augustus geworden. Dus. Prachtig. Zeg, Kenia, je zei de juiste hoogste stage in Kenia. Ja. Is dit een van de redenen dat de Kenianen nogal heel goed zijn in dat soort disciplines? Ja, een van de. Sowieso, ja, morfologie, manier van leven, voeding. Ja, dat speelt allemaal een rol. En ja, ze hebben vrij veel goed mee. Ik kan moeilijk veranderen van lichaamsbouw. Hun voeding kan ik wel wat meenemen. En ik kan ook gaan trainen waar dat zij wonen en zo. En je merkt wel het verschil. Als ik terugkom van Kenia voel ik me echt wel veel beter. Het gaat ook allemaal gemakkelijker. Nu, voor mij is Kenia dan ook wel een maand vakantie. Want ik hoef mij niks aan te trekken van werk, niks aan te trekken van huishoudelijke taken. En dat speelt ook wel in mijn voordeel. Dat ik mijn rust daar ook wel wat krijg. Dus ja, ik kan geen Keniaan worden, maar ik kan wel een beetje proberen hetzelfde te doen. Ja, dat is prachtig, ja. Zeg, piste, lopen op piste, zit dat ook in uw agenda? Dat zit normaal ook in mijn agenda. Nu, 2016 heb ik het niet gedaan, omdat ik dan de specifieke voorbereiding had voor Rio. Dat is niet helemaal mijn ding. Mijn trainer zou ook graag hebben dat ik soms eens wat korte afstanden doe. Like 800, 1500, 3000. En ja, dat is voor mij heel kort. Een gevoel. En je merkt dan ook wel dat ik daar ja, niet goed in rendeer dan eigenlijk. Maar ik doe het wel. En nu 2016 even niet, maar 2017 gaat dat terug in het programma komen. Prachtig. Dus.
Ik had je me kunnen afzien. afzien. Oké. Okay. Zeg maar, de Vela Vela en de sportwinkel, die kijken altijd zo naar iemand op, of als een voorbeeld of zoiets. Daarvoor niet altijd in dezelfde discipline of zoiets. Heb jij ook zo iemand waar je naar kijkt? Echt een heel specifieke voorbeeld dan niet. Ik heb sowieso respect voor iedereen. Nu, je hebt ja, uitzonderlijke prestaties. Een Mo Farah op de piste. Een Paula Radcliffe op de marathon bij de dames en zo. Ik kijk er niet specifiek naar op, maar ik vind het algemeen sportmensen, ja, geweldig dat je daarvoor leeft. Nu ook voor de recreatieve loper die in een startrun 5 kilometer doen. Chapeau. Allee, het is niet allemaal mooi meegegeven om alles maar zomaar te kunnen, hè. Dus ja, het is allemaal ook sowieso al beter dan degene wat in de zetel zit, zeggen ze altijd. Dus, Oké, okay. Als jullie even naar de toekomst kijken. En de toekomst dan, denk ik bijvoorbeeld persoonlijk, en jij waarschijnlijk ook aan, aan Tokio 2020. Ja, we hadden voor Rio dan gezegd, als Rio erbij is, dat is heel mooi meegenomen. Maar voor 2020 gaan we heel specifiek voor voorbereiden. Dus dat is echt wel een doel. En ja, Rio was er al bij. Dus na Rio zei ik van ja, die 2020, dat moet gewoon. Ik ga er gewoon volle bak voor. Dus ja, over 4 jaar spreken we terug. Ja, dat klopt. Ja. Dat staat in mijn agenda genoteerd. Voilà. Nee, prachtig. Zeg maar, Willem, misschien als afsluiter, moest iemand van de luisteraar zich geroepen voelen om marathon gaan te doen? Wat zou je eigenlijk als raad geven? Ja, sowieso. De voorbereiding is heel belangrijk. Voorbereiding trainen, maar ook voorbereiding voeding en alles wat erbij komt kijken. Nu, als je zegt, ja, ik wil een marathon doen op 2 weken, sorry, maar dan ga ik je al teleurstellen, dat gaat niet lukken. Dus ja, qua type loper, de ene persoon kan het op 12 weken, een andere persoon zegt, ja, weet je wat, ik ga daar wat meer tijd voor uittrekken. Luister naar je lichaam. Dat is heel belangrijk. Als je merkt, ja, ik heb een klachtje, gewoon even rustig aandoen. Zorgen dat alles in orde is. Zeker als bij een marathon. De kleine puntjes die kunnen heel belangrijk zijn. En alles wat we zelf onder controle hebben, daar moeten we dan ook wel aan werken. Weeromstandigheden, ja, je kunt de beste marathon erbij nemen als het dan strontregen is. Sorry, maar dan ja, is het wat minder. Maar dat is zo. Maar als jij zelf zorgt dat alles in orde is, ja, dan gaat je toch al het beste uit jezelf kunnen halen. Ja. Hè? Oké, okay, we gaan afsluiten, denk ik, want ik denk dat het een beetje tijd aan het worden is. Dus Manuela, bedankt voor de zeer deskundige uitleg die je ons gegeven hebt. En inderdaad, het staat nu in mijn agenda genoteerd, 2020. Voilà. Manuela contacteren, staat er nu al in. Super. Bedankt alleszins en veel succes voor de toekomst. Ja, het was plezant, dankjewel. Dag, hè.